Katelijn Schilder, de trotse schrijfster van Eerst een Huis, wat je zeg maar net gepubliceerd hebt. Waar gaat het over? Het gaat over de zoektocht van Marijn naar een huis in Amsterdam. En ze chase de hele stad door. En jij woont, zeg maar, we zijn hier nu in Nieuw-West, ter gelegenheid is 60 jaar de Tuinsteden. En jij woont hier ook, hè? Van, hoe vind je dit hier wonen in deze buurt? Ik woon hier nu 2 jaar. We hebben 2 kinderen en we wonen in ons eerste grote mensenhuis. We wonen hier heel erg prettig, kinderen kunnen buiten spelen. En we horen de kinderboerderij op de hoek. Dus het voelt als een dorp. Dus het is een dorp met aangenaam leven. En waar gaat de hoofdpersonage? Hoeveel huizen gaat zij naar op zoek? En wat maakt ze allemaal mee? Er zijn een paar huizen waar ze in heeft gewoond. Dus die geschiedenis maak je mee. En er zijn ook verschillende huizen die ze bezoekt met een makelaar. Die ze helemaal niet kan. Die huis kan ze helemaal niet betalen. Maar ze gaat toch doen alsof ze dat wel kan. En ze loopt met bejaarden rondjes door de stad. Langs de huizen waar zij vroeger hebben gewoond. Dus op die manier komen er heel veel huizen langs. Hoe kwam je zo geïnspireerd om over de zoektocht naar een huis, wat we allemaal doen? Waarom ben je daar zo geïnspireerd door geraakt? Ik heb wel een zwak voor huizen. Ik ben wel iemand die altijd overal naar binnen kijkt als de gordijnen niet dicht zijn. En dan denk ik heel vaak, woonde ik maar hier? Of ik kan bijna niet stoppen met die gedachten. Wat voor grappige dingen komen ze nou tegen bij zo'n zoektocht van een huis? Wat gebeurt er dicht in een klein tipje van de schuider? Er zijn heel veel huizen scheef en kapot en verkeerd, maar toch heel duur. Dus het wordt een soort onhaalbare zaak. En ondertussen zijn ze een Noord-Zuidlijn aan het bouwen, dus is alles ook aan het verzakken. Maar gek genoeg heeft dat geen effect op de prijs of de beschikbaarheid. Dus je denkt wel eens dat een huis een echt vaststaand huis is, maar er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren en klopt er helemaal niets meer van. Hey, hoe lang heb je erover gedaan? Als ik dat zeg, dan klinkt dat heel dramatisch. Officieel 6 jaar. Maar ik heb er niet 6 jaar fulltime aan geschreven. Continu, nee. Nee, niet als een kluizenaar heel zielig in een grot gezeten. Maar wel 6 jaar. Hoe doe je dat, het combineren van schrijven van boeken? En hoe voorzie je je levensonderhoud? Ik werk als freelancer, als tekstschrijver en als schrijfdocent. En op die manier fiets ik de hele stad door naar alle scholen die er maar zijn. Je hebt een keurige website, hartstikke leuk. Je hebt zelfs een trailer, een YouTube-trailer van een boek, vond ik ook heel modern. Alleen, het eindigde de trailer met te koop op papier, dat ouderwetse ding, zeg maar, en ook op de iPad. Ja. Maar toen ging ik zoeken op de iPad, ik kon het niet vinden. Nee, ik was er stilzwijgend van uitgegaan dat boeken nu automatisch, zowel als e-boek als papieren boek, worden uitgegeven. Ik was verbaasd dat dat niet zo was. Over een paar maanden verschijnt het e-book. De uitgever wil het eerst op papier uitbrengen en pas later als e-book. Waarom? Dat is het beleid van deze uitgever in elk geval nu. Dat zal volgend jaar misschien. Heb jij daar niks op in te brengen? Ik heb het nog niet eens aangekaart eigenlijk. Maar het zegt misschien meer over mijn luiheid dan. Niet de luiheid, want je hebt wel een trailer gemaakt waar die wel in voorkwam. Ja. Ik heb het contract niet goed gelezen. Ik dacht dat. Ja. Dankjewel. Ik wacht tot het op de iPad verkrijgbaar is. Dankjewel.